Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek, digitaal, met Casper Albers, hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie. Welkom Casper hier. Via de videoverbinding. Jij zit in Groningen? Klopt. Ja, ik zit thuis in mijn werkkamer. Ah, mooi. De aanleiding voor ons gesprek is eigenlijk die digitale revolutie die we meemaken. En met name ook wat die in deze tijden van corona teweeg brengt in het onderwijs. Je hebt, ik denk dat het zo tegen de zomer was, een artikel geschreven waarin je toch stevig een pleidooi houdt voor fysiek onderwijs. Je zou zeggen, wanneer het gaat over datavisualisatie en statistiek, dan kun je toch eigenlijk heel veel via het scherm doen. Maar je maakt je echt hard voor fysiek onderwijs. Nou weten we ook dat op dit moment aan universiteiten in Nederland bepaald niet overal fysiek onderwijs wordt aangeboden. Dat is een understatement. De NOS bracht vandaag een bericht uit waarin studenten al hun collegegeld terugeisen omdat ze te weinig fysiek onderwijs krijgen in hun ogen. En dat ze de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt aangeboden onder de maat vinden. Kennelijk is toch die digitale revolutie niet overal met open armen ontvangen. Tegelijkertijd, en dan spreek ik ook voor mezelf, heb ik gemerkt dat bepaalde onderdelen zich wel degelijk ook digitaal laten aanbieden. En soms kun je zelfs een kwaliteitsverbetering aanbrengen, hoewel ik een fel tegenstander ben van heel die digitalisering. Nou, daarover wil ik met jou graag een gesprek voeren. En laten we weer eens teruggaan naar jouw artikel deze zomer, waarin je toch je bijna boos maakte, of misschien wel een beetje boos maakte gewoon, over het gemak waarmee men afstand leek te doen van dat fysiek onderwijs. Dus misschien kun je ook de kijker die het artikel niet gelezen hebben, eens even kort schetsen wat jouw belangrijkste bezwaren waren. Dus dat artikel had ik inderdaad, ik denk in juni geschreven. Dus toen hadden we net nog één van de vier blokken van het academisch jaar achter de rug. En dat blok, toen hadden we net de coronacrisis en de eerste golf. Dus alles moest noodgedwongen en ook heel begrijpelijk online. En je blikt ook terug dus voor een deel. Het was eigenlijk ook gebaseerd op een terugblik voor een deel ook. Het was gebaseerd op de ervaringen van de blokken voordat ik dacht van een aantal dingen gaan prima online. Maar er zijn ook een heleboel dingen, en dat zijn wat mij betreft ook echt essentiële zaken in het onderwijsprogramma, die niet of nauwelijks online kunnen. En ik kreeg allemaal signalen dat mensen wel erg makkelijk gingen zeggen van, dat online dat ging wel. Als in, we hebben nog studiepunten uit kunnen delen enzovoorts. Dus laten we dit anders misschien voortaan maar altijd doen bij alle vakken. En dat leek mij echt een heel slecht idee. Zoals gezegd, ik denk een heleboel dingen kan je prima online doen. Zeker bijvoorbeeld de hoorcolleges, dat je toch als docent een verhaal aan het zenden bent. Er zijn genoeg mensen die kijken nu al, en ook al voor corona, naar TED-talks en dergelijke voordrachten op YouTube. Dat kan prima, maar vooral het interactieve onderwijs, de werkgroepen, dat lukt niet online. Dat kan, maar het gaat zoveel minder efficiënt en zoveel minder lukt het dan om echt de feeling en de kneepjes van dat vak over te brengen, dat ik toch het signaal wil afgeven van als we dit echt een jaar lang met z'n allen moeten blijven doen, misschien moeten we dan beter eerlijk zijn en zeggen van op die manier kunnen we geen opleiding aanbieden. Wegens omstandigheden gesloten, kom volgend jaar maar terug. Dus dat, voor jou ging het ook echt zo ver. Dus je zegt van een totale digitalisering betekent in jouw ogen dat je eigenlijk niet een normale opleiding kunt aanbieden. Dat daar essentiële onderdelen komen weg te vallen. Dus eigenlijk betekenen ook dat een universiteit niet meer kan zijn wat ze dan pretendeert te zijn. Exact, ja. Nou, ik denk, zoals dat vak
dat vak wat ik gegeven heb in april, mei, ja, ik ben ook leraar statistiek, dat was een statistisch vak. En het theoriedeel, dat ging prima, maar er zat ook een praktijkdeel bij dat ze met data-analyse bezig gingen, dat ze nieuwe software gingen leren, onder de knie krijgen. En juist bij dat deel, ja, moet je over de schouder mee kunnen kijken wat ze aan het doen zijn en ze een beetje bij kunnen sturen. En vooral dat toegepaste deel, dat ging heel moeilijk online. En voor één vak in een compleet curriculum geeft het natuurlijk niet zo dat je zegt, weet je wat, we maken het iets theoretischer, iets minder praktijkgericht. Maar als je dat anderhalf jaar lang gaat doen in een driejarige bachelor of in een eenjarig masterprogramma, ja, dan begint het echt een complete verschuiving te worden van wat je pretendeert aan te bieden als diploma. Ja. Ja, misschien moeten we dadelijk nog iets dieper ingaan op nou ja, jouw ervaring ook met de manier waarop jij doseert. Ook, en wat dat dan betekent, die fysieke aanwezigheid. Maar misschien toch eerst zelfs dat thema van die hoorcolleges. Ik heb dat zelf ook, doe dat al de nodige jaren, waarin op de VU in mijn geval, met name bij wat wij dan noemen wijsgerige vorming, vakken worden opgenomen. En studenten dus later kunnen terugkijken. Of sterker nog, ze zijn niet eens op college aanwezig en ze volgen het of livestream of inderdaad op een later moment. En ik heb daar eigenlijk van meet af aan stond ik daar ambivalent tegenover. Ik zag aan de ene kant de voordelen, omdat zeker het soort colleges dat ik zelf geef, zijn de informatiedichtheid, of ja, het is eigenlijk niet de informatie, maar de gedachtegangen zijn wel behoorlijk complex. En als je ze terug kunt luisteren, dan heb je eigenlijk het voordeel dat je niet nog een keer een uitleg hoeft, maar je kunt een college twee of zelfs drie keer op onderdelen beluisteren. Dus we zagen daar zelfs ook wel betere resultaten aan de ene kant. Aan de andere kant, en ik weet niet wat jouw ervaring is, zag ik ook dat eigenlijk de groepsvorming daar zwaar onder leidt. Je krijgt zeker natuurlijk in deze tijd van individualisering, maar ook dat idee van gepersonaliseerd leren. Ja, je kunt inderdaad op je kamer, op ieder tijdstip, kun je een college doen. Maar je zit eigenlijk niet meer als groep bij elkaar. En ik merk nu ook bij mijn eigen studenten dat zij toch dat patroon, hè, althans niet in alle gevallen, maar toch in heel wat gevallen, dat patroon zo wekelijks van elkaar tegenkomen, naar college gaan, het nog eens hebben over de stof of gewoon gezellig koffie drinken. Ja, dat zorgt ervoor dat je een groep krijgt die gemeenschappelijk optrekt. Weet je, we zijn met een gemeenschappelijk programma bezig. En wat ik nu zie, is wanneer je al dat onderwijs digitaal gaat doen, dat hele idee van een groep en dat groepsgevoel eigenlijk volledig wegvalt. Is dat, herken je dat en hoe belangrijk is dat binnen jullie opleiding? Dat herken ik zeker. Ik denk dat ook zeker bij ons belangrijk is in een bachelorprogramma. Ik ben hoogleraar statistiek bij de psychologieopleiding. Aha. En ik geef nu bijvoorbeeld een tweedejaarsvak voor ruim 400 studenten. En met zoveel studenten heb je natuurlijk sowieso, ook als er geen corona is, heel snel het risico dat je een beetje verloren gaat in de massa. En zeker als je wat minder extrovert bent en enzovoorts, dan heb je moeite om mee te komen. Dus we hebben al allemaal manieren om toch die studenten het groepgevoel te geven. We delen ze in zogenaamde jaarklassengroepjes van 12 studenten die eigenlijk bij alle vakken steeds samen aan opdrachten moeten werken en dat soort dingen. Omdat simpelweg 400 studenten, zoveel krijg je, leer je niet te kennen, maar 12 anderen, dat lukt wel. En ja, dat geeft hele goede resultaten. Studenten geven ook aan, die zijn er blij mee. Het helpt hun om actief bij de opleiding betrokken te zijn. Omdat het, ja, anders is het natuurlijk zeker met al die colleges die opgenomen worden, ook heel makkelijk om te denken, ja, eigenlijk moet ik vandaag studeren, maar ik kan ook wat leuks gaan doen en morgen niet naar die video gaan kijken.
Dus die groepjes, dat helpt ook een stok achter de deur om bezig te blijven. En ja, dat valt nu voor een groot deel weg. En dat is vrij dramatisch. Zeker bij die grootschalige bacheloropleiding. Oké, dus jullie werkten in het verleden, zeg maar, met groepen. Maar digitaal doe je dat niet. Dus dat je ze. Want ik dacht juist van, goh, dat zou misschien wel een oplossing zijn. Dat je. Ja, nee, dat doen we digitaal ook nog steeds. Dus we werken met diezelfde groepen. En die worden dan eigenlijk aangespoord van, nou, we hebben jullie ingedeeld dat jullie elke maandag van, ik zeg maar wat, 1 tot 3 met elkaar een Skype-gesprek of een Zoom-gesprek hebben. En dat proberen we wel aan te moedigen. Er zijn een aantal groepen waar dat goed gebeurt, maar toch ook een aantal groepen waar dat niet echt uit de verf komt, omdat bij dit soort dingen ligt nu het initiatief ook veel meer bij de studenten, ja. Omdat er niet iemand bij aanwezig is om te kijken of het ook daadwerkelijk gebeurt. Ja. En er, ja. Nou, dat is natuurlijk ook interessant, ook psychologisch. Hè? Dat een fysieke ruimte doet natuurlijk iets met de interactie van mensen. Beperkt je opties. Die verplicht je ook meer om iets met elkaar te doen. Dus als je gezamenlijk een college bijwoont, ja, dan doe je daarna. Ga je maar met dat groepje van 12 toch dat nu even inplannen. En dan ontkom je daar ook niet aan. Terwijl ik heb ook in mijn cultuurfilosofische werk ook wel nagedacht over wat nou de weerslag is van schermen. Hè? Dus ook ik spreek over de schermwereld. Hè? Waar je dus de dubbele beweging ook ziet van afscherming. Dus dat je op een bepaalde manier ook. Ja, je kunt onttrekken juist door het afstandelijke contact op afstand. Waardoor je eigenlijk ogenschijnlijk een meer vrijheid krijgt. Hè? Maar ook natuurlijk daardoor ook nieuwe vormen van afhankelijkheid en afgeleid zijn en concentratieproblematiek en noem maar op. Maar het voelt alsof, oh ja, maar ik kan het meer zelf bepalen. En dat zit natuurlijk heel sterk ook in onze schermwereld. En ik denk dat. Maar goed, thematiek van groepsvorming. Jullie zien dat nu ook wanneer je met name ook naar die eerstejaars kijkt, dat echt lastiger is dan in voorgaande jaren? Ja, ik eerstejaars heb ik zelf minder zicht op, omdat ik in tweede jaar les geef. Maar daar merk ik inderdaad wel dat er een aantal groepen zijn waar die interactie goed gaat. Maar ook een aantal groepen waar het minder goed gaat. We hebben natuurlijk nu ook allemaal studenten die eigenlijk niet in Groningen wonen. Die zijn weer teruggegaan naar hun ouders, want het onderwijs is toch online. Dan is het ook goedkoper om geen kamer te huren. Dus ze zijn niet eens fysiek in de buurt van elkaar en al het contact is online. En je moet de hele dag al alles online doen. Al je colleges, al je vergaderingen. Ook gewoon Netflix kijken en een beetje appen, wat dan ook. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat die studenten op een gegeven moment zoiets hebben van, ja, ik heb nou wel genoeg naar mijn beeldscherm gekeken. En even die werkgroep bijpraten, al is het maar van, we gaan even met z'n allen koffie drinken achter de computer samen. Dat je denkt van ja, nou, dat was niet een essentieel onderdeel voor vandaag, ik sla het maar over. Terwijl juist dat sociale aspect is ongelooflijk belangrijk. En dat blijft heel lastig om op deze manier erin te krijgen. Ja, krijg je dit zelf nu ook wel te horen van collega's? Van het is lastig nu, bijvoorbeeld degene die de eerstejaars op dit moment lesgeven? Ja, alle collega's, ik zie ze ook natuurlijk niet heel veel, want we zitten allemaal de hele tijd thuis. Dus ook voor het werk en niet alleen voor het studeren geldt van elkaar ze nu en dan in de wandelgangen even tegenkomen. Een praatje bij het koffiezetapparaat of de printer heeft heel veel meerwaarde. Niet alleen voor het sociale aspect, maar ook omdat je soms zegt van hey, misschien is dit wel een interessant artikel voor jou. Dus ik heb niet heel veel collega's gesproken, maar degene die ik gesproken heb, die geven inderdaad allemaal aan van het is allemaal wel een hele grote uitdaging, al dat online werken. Ja. Ook voor de studenten. Ja, dus jij blikte toen terug, hè, in dat, of althans je artikel was al mede gebaseerd op die ervaringen van dat blok 4 dan bij jou, of die periode 4. Ik had natuurlijk hetzelfde, wij hebben om die reden
Als opleiding, ik heb een masteropleiding, 2-jarig filosofie van cultuur en bestuur. En wij hebben gezegd, nou dat is toch voor studenten vaak zo'n overgang, omdat ze intensief dat programma moeten volgen en het zwaar is. Wij moeten echt zorgen dat we fysiek onderwijs houden. Dus we hebben zelf ruimte gehuurd, nota bene. Als opleiding, dus ook op eigen kosten. Ik merk dat studenten dat enorm op prijs stellen. Dus die snakken bijna naar die colleges die we dan in een of andere, op een werf. Dat is een grote scheepswerf, een enorme ruimte. Mm-hmm. Maar het voelt ook een beetje surrealistisch aan wanneer ik daar doseer. Maar je ziet dus inderdaad wel dat voor hen dat heel belangrijke momenten zijn. Jij hebt toen toch echt een lans gebroken voor dat fysiek onderwijs. Als je nou kijkt naar de situatie in Groningen, hoe ziet dat er op dit moment uit? Ik denk de situatie, het verschilt een beetje per faculteit. Maar bij ons wordt er wel geprobeerd om toch zoveel mogelijk in ieder geval de mogelijkheid te geven tot fysiek onderwijs. Er wordt wel gezegd van, we gaan het in principe niet verplichten. Dus voor alles moet een online variant zijn. En dan zijn er wat uitzonderingen voor vakken meer met een soort scheikundig karakter, dat je echt in het laboratorium moet staan. Ja, dat kan je niet thuis achter je computer doen. Maar al die vakken die jij en ik geven, ja, dat heeft allemaal nadelen, maar het zou kunnen. Dus we maken niks verplicht. We noemen het hybride onderwijs, zowel online als fysiek. Maar we proberen in ieder geval voor elk vak ook fysieke momenten in te plannen. Dus ik geef nu een tweedejaarsvak waarbij ik elke week hoorcollege geef. En dat doe ik fysiek in de universiteit, waar maximaal 55 studenten live bij aanwezig kunnen zijn. En alle anderen die kunnen dan via de opnames op de digitale leeromgeving meekijken. Maar goed, het betekent dus ook dat er opleidingen zijn waar studenten maar, zoals ik bijvoorbeeld ook hoorde van zowel aan de UvA, maar op de VU ook, dat er opleidingen zijn waar je maar 1 of 2 uur fysiek onderwijs mee krijgt. Of soms. Ja, en dat is in Groningen. Het zou goed kunnen. Dat die er ook zijn. Ik heb niet van elke opleiding het precieze beeld voor ogen. Ik denk wel dat veel opleidingen, zeker de wat grotere opleidingen, die proberen om in ieder geval bijvoorbeeld 2 colleges per week, en dan zit je toch al aan 4 uur te hebben die fysiek zijn, plus iets in te plannen van ga in kleine groepjes met studenten afspreken om samen te studeren. En de universiteitsbibliotheek is bijvoorbeeld nog steeds open, dat studenten daar kunnen studeren. Van probeer toch elkaar binnen de geldende RIVM-richtlijnen op te zoeken en koester dat sociale contact. Niet alleen omdat het gezellig is, maar ook omdat dat echt essentieel is om ook jezelf academisch te ontwikkelen. Nee, absoluut. Ja, als je nu terugkijkt naar die periode voor de zomer en het moment waarop je dat artikel schreef, van, het heeft toen toch ook wel wat aandacht gehad. Hoe kijk je daar nu naar? Ik sta er in grote lijnen denk ik wel hetzelfde achter. Het was natuurlijk het probleem in het vorige blok, dus in april, mei, was ook van we moesten opeens omschakelen naar online, zonder dat we eigenlijk goede voorbereidingstijd hadden voor die omschakeling. En dat maakte het extra moeilijk. Ondertussen zijn er ook bijvoorbeeld in de IT-systemen van de universiteiten allemaal upgrades gedaan, waardoor dingen iets minder moeizaam gaan. Dus er wordt achter de schermen door iedereen keihard gewerkt om het dan maar zo goed mogelijk te doen. Maar ik blijf er absoluut bij dat je het hoeft echt niet voor alles wat je doet fysiek contact te zijn. Er zullen heel veel dingen best online kunnen. Maar je hebt gewoon ook die fysieke contacten nodig. En als je die niet hebt en je gaat wel 1,5 jaar lang op deze manier lesgeven, dan denk ik dat je uiteindelijk een heel ander diploma krijgt dan de generatie studenten voor je. Ja, dat kunnen we misschien dadelijk nog even oppakken. Want je zei net van ja, ik merk toch dat bij bepaalde onderdelen dat fysieke contact toch wel heel belangrijk is. Of die fysieke nabijheid, laat ik even het goede woord gebruiken. Dat je over de schouder kunt meekijken.
van misschien toch ook, we denken, data visualisatie, toegepaste statistiek. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Kun je dat niet via de online doen? Dat zal natuurlijk al snel de tegenwerping zijn. Van, nou, heb je niet gewoon een extra tool nodig, waardoor dat binnenkort ook gewoon mogelijk is? Ja, nee, dat wordt heel veel gezegd. En ja, kijk, tot op zekere hoogte klopt dat. En klopt dat voor elk vakgebied. Je kan ook zeggen van, ja, er zijn boekenkasten vol met filosofieboeken. Ga al die boeken leren en dan weet je ook van alles. Maar ja, dan leer je heel veel kennis van anderen. Maar je moet ook leren om het zelf te doen. En dan, ja, en wat dat nou is, of het nou is een goede grafieken maken, of gewoon timmerman zijn, of wat dan ook. Als je dat soort vaardigheden wil leren, dat werkt gewoon het beste als iemand over je schouder meekijkt en je zo nu en dan bijstuurt. En dat gaat online gewoon een stuk moeilijker. Zeker bij grotere groepen. Dat vak wat ik in blok 4 gaf, dat had 8 studenten. Dus daar konden we ze nu dan zeggen als één student vast niet bij een opdracht van, nou ja, dan mag jij nu even je scherm delen. Kijken we met z'n allen naar jouw scherm, naar jouw programmeercode. En dan kan ik kijken waar zit de fout. Als je op die manier bij wijze van spreken 1-op-1 onderwijs zou geven, dan zou dat best kunnen. Maar daarvoor is de bekostiging natuurlijk compleet onvoldoende. Normaal heb je veel meer dan 8 studenten bij een vak. En heb je gewoon niet die tijd om iedereen heel uitgebreid individuele aandacht te geven. En dat vereist zo'n online systeem eigenlijk wel. Ja, je hebt eigenlijk, als je die intensiteit wil, dan heb je kleinere groepen nodig, hè, online. Ik heb bijvoorbeeld wel zo'n scriptiegroep waarbij ik dan met 6 studenten zit. En dan krijg je wel een bepaald soort intensiteit. Ja. En ik doe bijvoorbeeld, ik geef ook 1 vak tekst lezen. Daarvan hebben we ook besloten, dat gaan we ook digitaal doen. Maar dan lees ik gewoon een tekst voor die we al lezende becommentariëren. Echt moeilijke tekst. Maar dan zit iedereen achter zijn pc ook met een boek, dat boek voor zich. Ook echt mee te lezen. Ja, die zit gewoon mee te lezen. En dat soort dingen gaat wel, weet je. Dat is, dat merk je. Maar als je bijvoorbeeld, we hebben 1 ander onderdeel waar het gaat om vragen. Die mensen stellen rond thema's. Ja, en dat moet bijna gewoon in de interactie. Dat is vrijwel niet te doen om digitaal te maken, ja. Nee. Je zei net als we hier nog 1,5 jaar mee doorgaan. Hè, dat is natuurlijk een spannend debat. Wij hebben er hier op het kanaal eigenlijk ook met regelmaat over. Ik heb me inmiddels ook wel bijna bij toeval, maar ook in de media wel enigszins in gemengd in die discussie. Ja, ik ben er geen grote voorstander van dat we de studenten op deze manier toch een deel van hun studietijd ontnemen. In mijn, niet alleen in termen van de opleiding, maar ook waar we het net over hadden, echt het studentenleven. Hè? Dus dat ze, het is toch ook een soort van rite passage. Je gaat op eigen benen staan, in een nieuwe stad wonen enzovoort. Maar wanneer dit nou inderdaad 2 of 3 jaar gaat duren, hè? Dus dat we dadelijk volledig studenten krijgen die eigenlijk in dit traject zijn opgeleid. Jij zegt van, ja, dan krijg je, dat is toch niet hetzelfde diploma. Nee. Kun je dat nog eens toelichten? Door al die problemen die je hebt met van wat kan wel en wat kan niet met online onderwijs. Ja, zolang het noodgedwongen moet om dingen toch online te doen, om de simpele reden dat we gewoon niet met z'n allen bij elkaar kunnen zijn, ja, dan pas je ook je onderwijsprogramma wat aan. Dat je zegt van, goh, als ik niet goed kan uitleggen via de computer en bij mensen meekijken om ze echt de kneepjes van een bepaalde programmeertaal onder de knie te laten krijgen. Maar ik kan wel een theoretisch verhaal houden over het belang van programmeren en statistiek. Nou ja, dan maak je je vak wat theoretischer. En dat is voor 1 vak binnen de, weet ik veel, 30, 40 vakken die op je eindlijst staan, geen enkel probleem. Maar als je dat 1,5, 2 jaar lang doet, een bachelorprogramma is maar 3 jaar, dan krijg je opeens een compleet andere opleiding. Dan studeer je geen psychologie meer, maar theoretische psychologie. Of geen natuurkunde, maar theoretische natuurkunde. En betekent niet dat die studenten niks leren. Ze leren allemaal nuttige dingen.
Maar er zit ook een hiaat in wat ze geleerd hebben. Gewoon echt die bildung, die echt hands-on-vaardigheden van dingen kunnen. En ik denk als dit echt langer gaat duren, dat we dan ook na moeten denken van ja, hoe kunnen we dan zorgen dat ze daar die vaardigheden toch onder de knie krijgen. Misschien door ze meer stages te laten doen bij organisaties of bedrijven of wat dan ook. Dat ze gewoon al werkend die vaardigheden wat onder de knie kunnen krijgen en daar dan een reflectie op doen. Maar al die dingen geldt eigenlijk wel, dat kost veel intensievere begeleiding om dat te kunnen doen. En dan ja, loop je heel snel tegen de grenzen aan van wat kunnen we betalen met de matige bekostiging die we krijgen uit Den Haag. Ja, want dat is wel interessant. Hè? Je merkt dat ook op de universiteit wel ook een beetje een klimaat ontstaat. Van nou ja, we gaan online. Hè? Want we zijn bang voor afbreukrisico. Hè? Dat zal maar eens op jouw universiteit corona uitbreken. Nou, dan sta je wel in je hemd of lelijk te boek. Dus je merkt dat die bestuurders toch ook wel heel voorzichtig zijn. En het lijkt ook, wij werkten natuurlijk al met digitale leeromgeving. Op de VU gebruiken wij Canvas. Jullie zullen iets vergelijkbaars gebruiken, denk ik. Dus het leek ook eigenlijk vrij gemakkelijk, die omzetting. Ja. Ja, het hadden wat praktische dingetjes. Maar goed, studenten hadden al hun nummers, konden inloggen enzovoort. Dus bij ons zag je ook dat het vrij snel ging. Maar dat de verleiding, denk ik, nu ook vrij groot is om... Ja, ik zal niet zeggen om dit te blijven doen, maar toch als een vaste mogelijkheid toch in te bouwen. Neem alleen maar, dat zal in Groningen denk ik niet anders zijn. We zien het in ieder geval Amsterdam volop, de aanwezigheid van buitenlandse studenten. De internationalisering heeft natuurlijk de afgelopen jaren en ook de samenstelling van de studentenpopulatie behoorlijk veranderd. Bij geesteswetenschappen in Amsterdam, zeker ook waar het gaat om de instroom van buiten Europa. In ieder geval buiten Nederland, maar ook echt buiten Europa. Dat je eigenlijk voor een heel groot deel studenten van over heel de wereld nu aan het bedienen bent. Dat zien we op allerlei faculteiten gebeuren. En met die online transformatie heb je twee effecten. Door je hebt een bredere beschikbaarheid mondiaal. Hè. Je kunt eigenlijk heel makkelijk nu opleidingen gaan aanbieden aan de ene kant. En aan de andere kant heb je eenmaal die studenten uit het buitenland, dan kun je eigenlijk, zeker in tijden van corona, niet meer terug naar fysiek. Want zoals dit jaar, heel veel studenten die volgen nu vanuit Australië of Amerika of Roemenië. En die hebben helemaal niet die bewegingsvrijheid. En die zitten er helemaal niet op te wachten om naar Nederland te komen. En dus ik zie wel dat er een enorme druk komt op de universiteit om dat online eigenlijk als blijvend model aan te bieden. Hoe kijk jij dan naar? Ja, ik zie dat ook. Ik zie dat niet zozeer per se vanwege die buitenlandse studenten. Wel voor nu. Van, ja, er zijn er inderdaad een heleboel die hebben gewoon ook reisrestricties. Dus die mogen niet eens naar Nederland komen als ze het zouden willen. Ja. En ja, dat kan je die studenten niet kwalijk nemen. Zeker niet als het om studenten gaat die vorig jaar ook al ingeschreven waren toen er nog geen corona was. Maar ik denk wel dat bij ons in ieder geval de behoefte er wel echt is van ja, zodra het allemaal weer normaal is, willen we ook dat alle studenten gewoon weer in de buurt zijn. En dat het dan meer gaat om dingen van ja, je kan bij dit soort grootschalige opleidingen als de onze, zeker hoorcolleges, door de massaliteit zijn die nauwelijks interactief. Je kan wel elk jaar iemand inhuren op een hoogleraarssalaris om exact hetzelfde verhaal elke week af te steken. Maar je kan hem dat ook één keer laten afsteken en een goede camera voor zijn neus zetten en dan het jaar daarna de opnames laten zien. En in plaats van het hoorcollege maak je er een soort interactief reflectiecollege van met de studenten. Ik denk dat daar best winst in te behalen valt. Want ik geef zelf ook het vak wat ik geef nu al 10 jaar. En soms denk je ook van ja, het is ondertussen wat saai aan het worden, want dit heb ik alles verteld.
Terwijl die interactie, dat gewoon studenten spontaan een vraag stellen over de stof, dat je erover moet nadenken en weer iets nieuws bedenkt als antwoord. Ja, dat blijft leuk. En daar hebben studenten ook meer aan. Dus op die manier kan je als docent gerichter je tijd besteden door die online middelen handig in te steken. Maar dan blijft het wel. Je hebt echt die fysieke component nodig om met hun dat gesprek aan te gaan over de stof. Ja, het is ook exact de manier waarop ik zelf nu werk. Dus met colleges van voorgaande jaren en dan terugkommomenten. Die dan natuurlijk bij elkaar wel iets meer tijd in beslag nemen voor hen. Maar het maakt het voor mij het college geven best aantrekkelijk. Omdat je inderdaad op een nieuwe manier met de stof omgaat dan weer. Voor het zoveelste keer. Ik varieer altijd hoor. Maar dan toch in grote lijnen weer hetzelfde traject door te lopen. Dus ik zie ook die verandering niet alleen maar als iets negatiefs. Het risico van die. De verleidelijkheid om het helemaal dan digitaal te gaan doen. Ja, en ik denk dat daar het gewoon heel belangrijk is dat we erop moeten wijzen van dat online, dat is hartstikke nuttig als aanvulling, maar niet als complete vervanging. Het is, ik heb ook gewoon nog een standaard telefoon hier in huis en dat vind ik hartstikke handig. Want dan kan ik elke week in het weekend even met mijn ouders bellen. En dat is gezellig, dat is leuk. Maar ik zou dat nooit zien van, ik bel al elke week met ze, dus ik hoef nooit meer naar ze toe te gaan om ze in het echt te zien. En volgens mij is er niemand die zoiets zou hebben. Dus daar is het overduidelijk van, die elektronische middelen, of het nou een telefoon of een computer is, dat is handig om iets aan te vullen, maar het kan nooit een vervanging van het echte leven zijn. Ja, nee, omdat je nou wat al over had, hè, er ontstaat ook niet echt een groep. Daar hoor je nu trouwens ook wel bij werkgevers. Hè? Het is heel moeilijk om een cultuur door te geven wanneer mensen niet op dezelfde plek verkeren. Nee, exact. Ik kan me ook voorstellen dat het zeker nu voor mensen die net ergens in het afgelopen jaar met een nieuwe baan begonnen zijn en eigenlijk bijna nooit hun collega's in het echt gezien hebben, dat heel raar moet zijn. En ik heb hetzelfde met dat thuiswerken op zich. Gaat dat prima, ook gewoon qua onderzoek. Mijn onderzoek bestaat grotendeels uit dingen uitproberen op de computer. Nou, dat kan ik hier doen. En dingen lezen, dat kan ik hier ook doen. Maar gewoon als ik 5 dagen per week thuis zou moeten zitten en op geen enkel moment even op een goede manier kan sparren met een collega of wat dan ook, dan merk je dat die vooruitgang die je in je werk hebt ook vast begint te lopen. En pas na zo'n gesprek dat gewoon even iemand anders met een frisse blik naar kijkt en denkt van, maar je kan ook dit of dat doen, of heb je dat alles gelezen, dan kan je weer vooruit. En dat thuiswerken wat we nu allemaal moeten doen, prima om dat te blijven doen, ook na corona, een paar dagen per week, maar niet om dat als fulltime vervanging van het oude werken te doen. En hetzelfde geldt met onderwijs. Het is een prima aanvulling, maar geen vervanging. Ja. Ja, nee, maar ik denk ook dat heel veel mensen dat herkennen. Je merkte dat in april, mei was er wel velen enigszins opgetogen. Ze konden weer eens hun huis op orde brengen en hadden misschien wat meer rust en stonden niet meer in de file. Maar je merkt nu wel, zeker nu bij de tweede lockdown of de gedeeltelijke lockdown, dat heel veel mensen nu zeggen van maar ik wil toch wel heel graag mijn collega's weer is gaan zien, ook al is het maar 2 dagen in de week. Ik wil toch alweer naar een kantoor. En ik denk dat bij die studenten is dat eigenlijk nog natuurlijk nog een stuk sterker. Want dat een deel van hun echt hun studentenleven is natuurlijk ook diggelen gevallen. Ja. Dat zeker. En zeker nu met die lockdown dat ze ook niet meer naar de horeca kunnen, dat ze geen sporten meer mogen doen. Ja, wat. Er blijft bijna niks over wat ze kunnen doen. Dus dat dan, wat je net zei, van dat studeren is ook een rite passage van je gaat op kamers. Daar ging het eigenlijk al voor corona mis door het hele leenstelsel. Ging maar de helft van de studenten op kamers en de rest kon zich dat niet veroorloven. Dus gewoon die transitie die eigenlijk decennia lang hand in hand ging met studeren, van gewoon steeds zelfstandiger worden. En als je dan afgestudeerd bent, dan ben je echt op alle punten eigenlijk klaar om de volgende stap te zetten.
ja, dat gaat op alle punten heel stroef op dit moment. Ja. Ja, dat herken ik ook. Ik heb dat, ik doseer vanaf 94. Dus ik heb echt die hele verschuiving meegemaakt. Ook dat ze op een gegeven moment begonnen te praten over school. Vond ik ook een hele opvallende overgang. Alsof ze, dat kwam op zo in de loop van eind jaren 90. En zei, ja, we gaan naar school. En nu hoor ik bijna iedereen dat woord gebruiken. Uitzonderingen dagen later. Maar ook dat die overgang als zodanig ook niet meer goed werd ervaren. En misschien ook door de verscholsing van de universiteit aan de ene kant. Maar inderdaad ook dat in toenemende mate studenten bij hun ouders bleven. Waardoor je ook niet die overgang hebt van naar een eigen leven opbouwen. Soms inderdaad ook gewoon noodgedwongen om financiële redenen. Mm-hmm. Dat wordt eigenlijk nu met die digitalisering alleen nog maar verder versterkt. Hè? Ik hoor het ook om me heen van ja, waarom zou ik nou in Amsterdam gaan zitten? Terwijl ja, er is geen uitgangsleven. Ik betaal €600 per maand. Ik kan geen bijbaantje doen. Dus heel veel blijven nu thuis. Dus dat hele idee van een eigen leven gaan leiden, dat komt onder druk te staan. En dat wordt inderdaad ook nogal eens onderschat. Het was sowieso in de Randstad ook vrij lastig hoor, ook om nog een betaalbare kamer te krijgen. Juist ook door die, bijvoorbeeld ook die instroom, grote instroom van buitenlandse studenten die ook voorrang krijgen. Je ziet dat het voor die jongeren moeilijk was om dan een kamer te bemachtigen. En inderdaad wat je zegt, ik ben een groot voorstander altijd geweest van de basisbeurs. Ook juist om even adem te kunnen halen en de eerste schreden in de volwassenheid toch te kunnen zetten door gewoon op kamers te gaan. En ook even de vrijheid te hebben om wat experimenteren en om te studeren natuurlijk, maar niet de studie te zeer als een soort een cursusaanbod te zien wat je dan naast je gewoon de rest van je leven doet, maar echt als een soort eigen exact, tijd met elkaar. Ja, ik denk dat dat ook echt de essentie is wat een universiteit en academie onderscheidt van een school. Dat je inderdaad studenten de mogelijkheid geeft zich echt te ontwikkelen. En dat studeren, dat moet ook een creatief proces zijn. Je moet allemaal nieuwe dingen bedenken, aanleren. Die creativiteit die kan alleen tot uiting komen als je dat op een bepaalde mate van relaxedheid kan doen. En als je de hele tijd stress hebt van ik heb straks een studieschuld van 40.000... En dit en dat, dan beperk je dat heel erg. Dat zien we natuurlijk ook al jaren aan universiteiten bij medewerkers. Ja. Waarvan steeds gezegd wordt van als je een vaste baan wil, dan moet je al deze targets gaan halen. En je impact factors moeten wel hoog zijn. Door iedereen continu op te jagen, kan niemand een keer zeggen van ik ga vandaag even achteroverleunen, nadenken en misschien heb ik vanmiddag wel een goed idee en misschien ook wel niet. En dan richt je je elke keer op het laaghangende fruit wat je ziet. Dan pak ik dit kleine ideetje wel, heb ik een kleine verbetering. En dan kabbelt het ook wel voort. Maar de echt grote innovaties, die krijg je daar niet mee. En hetzelfde geldt inderdaad in die ontwikkeling die je als student door moet maken. Dan moet je toch een beetje zorgeloos in het leven kunnen staan. Bezig kunnen zijn met je studie en met je eigen ontwikkeling. Dat wordt studenten nu deels door inderdaad het leenstelsel geen basisbeurs afgenomen. En daarbovenop komt dan nog die pandemie. Begrijp jij in dat opzicht ook nu wel die stemmen die opklinken binnen die studentengemeenschap? Van we willen eigenlijk ons geld terug of de helft van het college geld of en nogmaals, de ene situatie is natuurlijk niet de andere. Maar ik denk dat er toch nog wel wat schrijnende gevallen zijn. Waarbij je denkt, ik begrijp heel goed dat studenten zeggen van dit is gewoon niet het soort onderwijs wat
normaal is, waarom moet ik hier de volle map voor betalen? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, de universiteit maakt nog steeds alle kosten die ze normaal ook maken. Dus toen studenten dat zeiden, was mijn reactie ook van, ja, mag ik dan ook de helft van de colleges geven? Want al dat onderwijs, coronaproof geven, kost enorm veel extra tijd. Dus ik steek er ook meer tijd in dan in normale jaren. Als dan ook nog maar de helft van het geld binnenkomt, dat wordt wat raar. Dus ik denk dat het heel goed zou zijn als studenten gecompenseerd zouden worden. Want ze hebben het hier moeilijk mee, maar dat die compensatie niet door de universiteit betaald wordt. Nee, precies. Dat is ook helder. De overheid die heeft natuurlijk ook wat dat betreft, ook door haar eigen maatregelen, de universiteit ook in dit pakket gebracht. Hè? Dus je kunt de rekening hiervoor dan niet simpelweg bij de universiteiten leggen. Dat lijkt me helder. Maar dat daar iets moet gebeuren, dat lijkt me toch ook duidelijk. Hè? Dat is een, hoe was de reactie destijds eigenlijk op jouw artikel? Heb je nog collega's gesproken of met iemand? Ik heb van aardig wat collega's wel positieve geluiden gehoord. En er zal ongetwijfeld een soort vertekening in zitten dat als iemand het niet mee eens is, dat die klimt hij ook niet zo snel in de pen om een mailtje te sturen van wat heb je in een flutcolumn geschreven. Maar toch veel collega's die het wel herkennen van ik vind dat ook. Dus ja, het is absoluut ook niet iets wat alleen binnen statistiek onderwijs of iets dergelijks speelt. Echt collega's van binnen de hele universiteit en ook van daarbuiten die zeiden van ja, dit is heel erg herkenbaar. En dat fysieke contact, dat is echt essentieel. Want online kan heel veel, maar lang niet alles. En dat stuk wat mist, als je dat niet kan geven, dan geef je gewoon geen complete opleiding. En je kan best een tijdje dat stuk niet geven en dan zeggen, nou ja, dan krijg je dat stuk over 3 maanden wel of over een half jaar. Maar als het te lang duurt, op een gegeven moment moet je zeggen van ja, we kunnen nu eigenlijk pas verder als je ook een keer echt dit deel hebt geleerd. En daarvoor moet je fysiek kleinschalig contact hebben met elkaar. Ja, nu het we toch weer in de tweede lockdown gaan. Het dringt de vraag zich natuurlijk wel op hoe in de nabije toekomst dat universitaire onderwijs in gaan richten. We spraken er net al eventjes over. Ja, misschien gaan we wel nog wel 2 of 3 jaar in dit traject. En dan is het natuurlijk toch de vraag wat je als universiteit, maar ook als overheid, nu eigenlijk zou moeten doen. Ik bedoel, dat we in maart, april niet op een rij hadden, dat is begrijpelijk. Maar het begint erop te lijken dat het een toch een wat slepende kwestie wordt. Waarbij we evident nu ook de nadelen daarvan zien. En zowel waar het gaat om de levens van studenten als de kwaliteit van onderwijs. Laten we ons beperken tot de kwaliteit van onderwijs. Natuurlijk wel houdt natuurlijk wel verband met ook de algehele kwaliteit van het studentenleven. Maar laten we ons beperken tot de kwaliteit van onderwijs. Wat zouden we kunnen doen om toch op een iets zinniger manier dan wellicht tot nu het geval is, met die coronacrisis om te gaan in het hoger onderwijs, met name universitair onderwijs? Ja, ik denk wat tot nu toe gebeurd is, en ik pleit er ook absoluut niet voor om gewoon weer terug te gaan naar hoe het was, want ik snap heel goed dat we gewoon op dit moment geen volle collegezalen kunnen hebben. Maar eigenlijk alle maatregelen die genomen zijn. Nou ja, zelfs dat is nog maar de vraag, hè, Casper, als ik je even onderbreek. Ik bedoel, het is een andere discussie, hè, maar gymnasia met jongeren van 18 zitten ook vol, hè? Dus nee, natuurlijk. Arbitrair. Ja, het is altijd als je een grens trekt, is het arbitrair. Sommigen zitten er net onder, anderen net boven. Maar dat is eigenlijk vergelijkbaar met dat je zegt, op deze snelweg mag je 120 rijden. Ja, waarom zou 121 niet mogen? Ja, nou, ik denk dat die discutabel is, maar laten we die inderdaad even parkeren. Want dat is een vrij fundamentele discussie. Maar gegeven de restricties die er zijn, inderdaad, hè, wat zouden universiteiten moeten doen in jouw ogen? En wat zou de overheid misschien ook moeten
moeten aanmoedigen? Ik denk wat de universiteiten en de overheid zouden moeten doen. Nu zijn eigenlijk alle maatregelen heel erg ad hoc genomen van, we hebben dit studieprogramma, deze 12 vakken vormen het eerste jaar. En wat moet er voor dit vak gebeuren? Wat moet er voor dat vak gebeuren? En ja, op die manier wordt een soort van gemicromanaged binnen het bestaande programma. Terwijl je volgens mij ondertussen een stap terug moet doen en zeggen van, oké, als we iemand willen opleiden tot een Bachelor of Science in de psychologie of filosofie, wat moet hij kunnen na 3 jaar? En hoe kunnen we zorgen dat hij daar komt? En welke delen kunnen we nu niet goed doen? En wat moeten we dan anders doen? En misschien moeten we nu wel bepaalde vakken even schrappen en vervangen door bijvoorbeeld extra stages of iets dergelijks. Dat je op die manier, want bij stages heb je vaak wel intensievere begeleiding van bijvoorbeeld op het bedrijf waar je stage loopt of wat dan ook. En op die manier krijg je hands-on ervaring van hetgeen je moet leren. Maar gewoon een stap terug nemen. Niet per vak kijken, maar echt wat zijn de eindtermen van de opleiding? Kunnen we die eigenlijk nog wel realistisch aanbieden? Zo niet, dan moeten we misschien bij bepaalde opleidingen ook zeggen, ja sorry, dit kan niet. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat de ene opleiding een stuk beter te geven is dan de andere. Je hebt natuurlijk bij de beta-opleidingen allemaal vakken waarbij je echt in een laboratorium dingen met een LMI moet doen. Ja, dat kan echt niet online. Andere vakken bestaan veel meer uit van lees deze tekst, schrijf een essay. Ja, als daar in ieder geval geld en tijd is dat je desnoods online 1-op-1 contact met een docent kan hebben en met andere studenten, dan kan daar nog steeds heel veel. Maar ik denk het belangrijkste is een stap terugnemen en niet meer gewoon kijken van de trein die is aan het rijden en hoe kunnen we de schade zo klein mogelijk houden, maar gewoon echt even denken van we moeten een nieuwe universiteit opstellen die past binnen alle coronabeperkingen, of we daar nou wel of niet mee eens zijn, daar hebben we ons aan te houden. En wat kunnen we dan doen en hoe moeten we dat doen? En daar moet de overheid ook veel meer in helpen. Want het probleem is natuurlijk dat we de luxe niet hebben om te zeggen, weet je wat, we gaan allemaal nu even een maand lang geen onderwijs geven. Dat we met z'n allen echt even de tijd hebben om goed na te denken. Want dat onderwijs moet wel gegeven worden. Met het gevolg dat we geen tijd hebben om goed na te denken over hoe we het kunnen geven. Dus er moet gewoon even een zak geld komen, zodat er mensen bijgehuurd kunnen worden van, nou, geef jullie even dit vak. Gaan wij nadenken hoe we met ons onderwijsprogramma bezig moeten om het toch zo goed mogelijk te kunnen geven. En eigenlijk, ja, die regie heb ik vanuit het ministerie niet gezien. Nee, nou ja, nou roept iedereen natuurlijk om geld op dit moment. Hè? Dus ik steun het wel, hoor. Ik denk wat je zegt, het is echt een extra belasting. Ik zie dat zelf ook. Het is niet van, je gaat even online. Nee, betekent dat die begeleiding toch ook heel anders wordt. Nou ja, wij hebben dus die ruimte gehuurd. Nou hoorde ik dat ook, dat studenten daar ook vanuit de LSVB, meen ik, ook opgedoeld hebben. Van, zou je niet ook... ja, er staan natuurlijk nu heel veel panden vrij. Of die kantoren die niet gebruikt worden. Theaters of bioscopen die maar half gebruikt worden. Denk je ook niet dat we op een creatievere manier met die 1,5 meter maatregel met ruimte zouden moeten omgaan? Dat je zegt van, nou, maken veel meer een verhaal waarin je echt nog fysiek kunt samenkomen. Ik denk dat dat absoluut kan. Ik denk, om weer een voorbeeld van mijn vak te geven, die werkgroepen die ik geef, die vinden normaal in een lokaaltje plaats met zo'n 20 studenten. Dat moet nu, omdat het 1,5 meter afstand is, in 2 lokaaltjes tegelijk. En dan raak ik op een gegeven moment de lokaaltjes op en kan je minder fysiek doen. En in Groningen is bijvoorbeeld de universiteit nu bezig samen met de Hans Hogeschool om te kijken of we de Oosterpoort, het stadstheater, of we dat eigenlijk kunnen afhuren. Want ja, theatervoorstellingen kunnen er toch niet zijn. Precies. En op die manier heb je ook nog dat het theater ook wat geld verdient als wij die zalen huren. Want dan kunnen ze in ieder geval weer de bodems en alles aan het werk zetten. Dus volgens mij help je daar andere sectoren die het net zo goed heel zwaar hebben in deze crisis mee. En je helpt je studenten ermee om een werkbaardere situatie aan te bieden. Ja. Ik merk alleen nu wel op dit moment dat echt ontzettend veel studenten eigenlijk ook niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Omdat er zijn natuurlijk heel veel die wonen in studentenhuizen met 10 anderen. En als er maar eentje van de 10 verkouden is, ja, dan moet eigenlijk het hele huis binnen blijven. Ja, en zeker aan het begin van de herfst is
om de havenklap iemand wel verkouden. Dus op dit moment ja, zijn er zoveel verkoudheden en ook mensen met corona en andere problemen dat het gewoon even lastig is. Maar als we hopelijk door deze semi-lockdown waar we in zitten, het over een paar weken weer iets normalere proporties heeft, kunnen we dan ook inderdaad studenten weer meer fysiek laten doen binnen alle geldende regels. Ja. Nou ja, ik denk dat in ieder geval heel belangrijk is dat we met elkaar vaststellen dat fysieke nabijheid en dat fysieke samenkomen voor studenten, voor de kwaliteit van hun onderwijs, maar ook voor hun sociale leven en eigenlijk hun algehele ontwikkeling van groot belang is. En dat we daar op dit moment misschien iets te gemakkelijk nog mee omgaan. Zo van, ach, die jongens en meisjes redden zich wel. En ik denk dat dat, punt 1 niet waar is, maar ook de kwaliteit van het onderwijs echt niet ten goede komt. Ik wou jou bedanken voor een mooi en belangrijk gesprek, Casper. En ik hoop dat je in ieder geval in Groningen je studenten nog genoeg kunt enthousiasmeren en bijleren. Dat ze toch een bachelor of master halen die de moeite waard is. Ja, geen dank. Ja, dankjewel.